Nu zat ik zo eens bij die mensen die altijd gedood worden in het begin. Dat is echt zo'n kettingreactie. Hallo mensen, welkom dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Sean en vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe Minecraft Survival Games. Inderdaad, dit is voor mij de derde video dat ik opneem, want jullie kunnen zien dat ik nog zelf nog altijd deze trui aan heb. Dus nee, ik heb die niet heel de week aan of zo. Dit is gewoon de derde video die ik opneem in één keer. En ja, ik ga gewoon beter weggaan, want ik heb toch niets te zoeken hier. En we kunnen niet doodgaan normaal gezien. Of we kunnen wel doodgaan, ik weet niet. Maar mensen, dit is dus de derde video dat ik opneem achter elkaar. Want ik voel me gewoon, ja, ik weet niet, ik heb er gewoon zin in. En morgen moet ik werken, want ja, ik werk in het weekend. En dan ben ik dinsdag weg en woensdag. Dus dan heb ik geen tijd om op te nemen. En dus wil ik een beetje voorlopen. Ja. Dat was het. Oké, we zitten in de map dingen. Ze noemen het Seasons. Oh, oh. Een broek. Oh, mijn god. Oké, ja. We hebben alleen een broek en een potato. Super handig. En loop gewoon weg, want we hebben maar 20 seconden Grace Period. En dan iedereen zich met elkaar binnen aanvallen. Dan gaan we allemaal doodgaan. Ja, we gaan allemaal dood. Oké, die kist is al geleegd. What the fuck. Dat is gewoon veel te snel. Die kist mocht nog niet geleegd zijn. Dat is gewoon veel te snel. En oh mijn god, er vallen al doden. Yo. Alle 6 mensen met een keer dood of wat? Oh my god, dude! What the fuck? 10 mensen, 10 seconden dood of wat? Ik heb lichtjes normaal in mijn hoofd. En toen waren er nog maar 20 mensen over. Dit wordt een snel potje, denk ik. Vandaag, mensen, hebben we een winkel. We hebben een collectie uit 3 verschillende soorten vesten. Ik vind dat deze wel de beste is, denk ik. Dus ik doe gewoon deze aan. Ik zie wat afkomen kan ik. Oh my god, ik kan er eens naartoe. Misschien moet ik weer een aanval of zo, ik weet niet. En dat is beter dan een Skywars, want hier. Is de kans veel kleiner als ze van die keigoeie armor hebben. What the fuck? Het is hier één slagpartij, mensen. Ja, iedereen sterft. Dude. Iedereen sterft hier echt aan de lopende band. What the fuck? 12 mensen over nu, dat is gewoon zot. Oké, dat was het. Oh, we hebben een iron sword, mensen. Dit kan al veel betekenen. Nu is het even stil, voor het eerst. Ik bedoel, er zijn nog maar 11 spelers over. Hoe lang zijn we bezig? Ik weet niet. Dit mag wel even aan deze kant. Haal dit terug naar hier. Zo. Mijn iron sword, dat is kei handig. Deze cooked fish gaan we opeten. Waar zijn die mensen die ik kan doden? Nog 10 mensen online. Sorry, 9. Dat was snel geëscaleerd. Oké, 8. Ja, waarom niet? Ik bedoel, het kan allemaal. Ja, oké, het is niet meer grappig meer. Oh shit. Nee, niet vastzitten. Voor ik heb ik doodgaan, maar ik vast zat in zo'n stom ding. Oké, 7 mensen over. Deathmatch begint in 6 minuten. Ik zie daar iemand lopen met... Ja, fuck Optifine. Ik ga maar deze kant oplopen als ik hem tegenkom. Dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Dus ja. What the fuck zelfs? Nog 5 mensen. Ah, snap je, mensen. Kisten. Volgens mij is er niemand geweest. Ze zijn allemaal vol met... Shit. Waar is hij? Oh, die is ook doodgegaan. Wat? Zijn we nu beiden doodgegaan? Oh, nee. Ah, flikker. Ja, gooi al mijn spulletjes maar op de grond, hè. Hey, cool. We zitten in een nieuw potje. De naam weet ik niet, want... what the fuck? Damage wooden sword. Kan dat zelfs? Lol. Oké, mijn zwaard is slechter dan degene voor mij, dus ik ga gewoon weglopen. Oh my god. Het wordt weer lekker spannend vandaag. Oké, we hebben een kist. Oh ja, kijk, het is weer begonnen hoor. Ja, we sterven weer allemaal. Ah, maar doe maar. Sterf allemaal. Oké, ik heb geen beter zwaard dan dat. Hij weet niet dat ik achter hem zit, hij weet het niet. Dood, ga dood. Nee, kom. Dude, ga dood, sterf, doe iets. Kom aan. Er wordt hier geen kat en muis spellen, gast. Ik zweer het. Wacht maar, jij het was. Oh my god, wie is dat? Ah ja, tuurlijk. Ik ga ook altijd dood, hè. Ja. Maar ja, hij had een diamond sword, what the fuck. Komt hij daar zelfs aan? Lukt me nooit. Oké, we zitten in ons laatste potje van deze aflevering, want vandaag ga ik de aflevering beëindigen. En oh mijn god, ja, dit is het. Ik voel het. Het is het gewoon. Ik heb een zwaard. En als de Grey Spirit gedaan is, ga ik gewoon iedereen kapot maken. Ja, ik maak gewoon iedereen kapot nu, ik zweer het.
man, Grey Spirit, graag gedaan, man. Doei. Doei. Oh my god, je bent dan gold. Nee, hoe noem je dat? Ja, ja, nee, zo gaat het niet. Nu zat ik zo eens bij die mensen die altijd gedood worden in het begin. Dat is echt zo'n kettingreactie. Oké, okay, bij nader inzien dat het vorige potje wel heel snel gedaan was, ga ik ja, dit beschouwen als mijn laatste potje van de aflevering. En open die kist gewoon. Dank u voor al jouw mooie spulletjes hier. Oké, okay, mensen, we gaan weer de kettingreactie veroorzaken dat we allemaal heet wel gaan killen zo. Deze heeft wel heel mooi gear. Wat zei ik net? Hele mooie gear, ja, dat was het. Ik zocht. Oh nee. Nu horen we zo bij de mensen. Kijk. Oh, flikker. Hij kan ook weer zien lopen, hè. Typisch. Nee, ik ga fuck dat weg. Hey. Ik wil niet weer zo constant door. Oh my god, ik heb de kist. Nee. Kom aan. Maar nee. Oh my god, ik had net de fucking goede kist. Ik zweer het. Oké, mensen. Derde keer goede keer. Ik zweer het. Dit is mijn laatste potje als ik nu verlies. Dan stop ik gewoon. Ach, fuck. Ah, maar dat is zo stom en... Nee, ik heb niets meer. Ach, iets te weten dan niets. Ah, ik zweer het, nu ren ik weg. So what the fuck zelfs. Ah, dude, dat vorige was zo sneu. Wie zegt er nu sneu? Oh my god. Yo, oké. We hebben een zwaard. Dat is al heel goed. Kijk, die flikkers zijn dan nu als je kan vechten. Kijk, nu ga je er niet weer doodgaan. En ik heb water en lava gevonden. Het is een soort cave. Dinges. Ja, weet ik veel wat. Het is de Pirates, noemt de map. Hier is niets te beleven, dan gaan we even de andere kant op. Daar is nog minder te beleven, maar toch. Voilà. Even een golden apple eten, want anders hebben we... wacht, we hebben steaks. Steaks, kom op. Hallo. Knockback. Doei. Ah, yes. Oké, okay, voor 1 seconde dacht ik dat ik dood was. Want mezelf kennen, dat kan ik gewoon niet spelen, snap je? Jullie kennen het wel. Sean die niet kan spelen, niet kan vechten. Er is even niemand rond mij. Dus ik heb even de kans om rond mij te kijken. Zo, is nice. Is een onkist. Ja hoor. Nice. We hebben een kill, oké. Op dit spel ga ik de meeste kills. Ja, weet wel. Ben ik wel niet doodgegaan. Ah, nee. Ja, sterf. Serieus? Damn it. Oké, mensen, maar het was dan voor deze aflevering. Hebben jullie genoten, vergeet dan zeker niet een like achter te laten en te abonneren op mijn kanaal voor meer. Check ook de beschrijving voor al mijn social media. En laat een reactie achter met wat jullie van deze video vonden. Maar vergeet zeker die like en die abonnee niet voor meer video's. En dan zijn jullie ook altijd op de hoogte van mijn kanaal. Dinges en shizzle. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende video. Doei, mensen.